Welkom bij ook een nieuwe video, Hyptro Floris. En vandaag gaan wij de Elite Trainer Box van Sword and Shield Fusion Strike openmaken. Dit wordt super mooi. Laat die like achter. We gaan voor de 1000 likes. En deze video is gesponsord door Cardstore. Linkje naar hun webshop staat bovenaan de beschrijving. En volg hen ook even op Instagram. Linkje naar hun Instagram staat ook in de beschrijving. Het zal super tof zijn als jullie je kunnen volgen op Instagram. En we hebben ook een actie samen, want nu een week lang, dus vanaf deze zondag tot zondag over een week, kunnen jullie 5% korting krijgen met de kortingscode FLORIS5. Dus dat is gewoon chill. 5% korting, wie wil dat niet? Dus link in de beschrijving en dus op hun cardstore.nl, op hun webshop, 5% korting. En dat geldt voor een week. Dus niet over 2 weken, dus gewoon vanaf de video dat die online is, een week later. Let's go. Oké, wij gaan dus de Elite Trainerbox Fusion Strike openmaken. Dit is een nieuwe set, dit is de nieuwste set. En ik heb hier nog helemaal niks van geopend op mijn kanaal. Dus dit wordt super, super mooi. Ook wil ik zeggen dat nu de voorraad bij Cardstore is best wel schaars. Dus we doen nu een Pokémon pack opening om de 2 weken. Maar ik heb alle producten hier. Het zijn super lijpe video's. Stuk voor stuk. Het worden echt hele mooie video's. Dus dan is het wel om de 2 weken. Maar het zijn wel steeds hele zieke video's. Wij gaan even kijken. Want ik ken letterlijk helemaal geen kaarten nog van Fusion Strike. Wat voor kaarten zit hierin? Dit zijn gewoon V-kaarten. Oké. Een Mew V-Max. Zou niet verkeerd zijn. Bolton V-Max. Ook een mooie kaart. Tyranitar. Lijp. Gengar V-Max zie ik daar. Ik wil eigenlijk eventjes doorgaan naar de echt mooie kaartjes. Dan gaan we even naar deze lijst. Dan gaan we even kijken welke golden kaart, welke full arts. Celebi V full art. Oei, die is mooi. Wat hebben we nog meer? Lijpe alternate art kaarten. Oké. Mew full art, Bolton full art. Mew alternate art daar. Die zal vast en zeker veel waard zijn. En hier hebben we nog veel. Oh, nee. Deze V-Maxes, jongens. Deze moeten we krijgen. Oké, ik vind de Flaffy wat minder. Trouwens, kan er ook wel mee door. Oké, er zit genoeg in. Er zit genoeg in deze Fusion Strike. Dit wordt mooi. Hoppatee. Voor de mensen die ook een Elite Trainerbox willen kopen, kan ik dus even allemaal laten zien wat er nou precies allemaal in zit. Je krijgt bij een Elite Trainerbox 1... lijpe pack art. Ik heb nog helemaal niks van Fusion Strike gezien, dus voor mij is het super mooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Huh? Ik dacht dat het 8 was. Oké, 7 in ieder geval. Je krijgt allemaal boekjes en allemaal meuk. Je krijgt energy kaartjes. Boekhouders, dobbelsteentjes voor het spel, deze dingetjes. En je krijgt mooie sleeves die wij ook gaan gebruiken in deze video, jongens. Let's go. Oké, top. We hebben de sleeves al ready voor als we mooie kaartjes gaan poelen. De rest allemaal weg. Hebben we hier de pakketjes. Hier heb je nog een boekje voor de Pokémon Trading Card Game Rules. Mocht je dat interessant vinden, krijg je er dus ook gewoon bij. Maar voor ons gaat het natuurlijk eventjes om deze prachtige pakketjes die we gaan openmaken. We beginnen met het pakketje. Het allereerste van Mew op de voorkant. Het allereerste Fusion Strike pakketje dat ik ooit openmaak. Wij gaan vlammen. Ik ben heel benieuwd. Eerste pakketje. Let's go, boys. Gooi ik even in de prullenbak. Hoppatee. Gaan wij 4 doen. En dit is het allereerste. En ik ken al zelfs de normale kaart. Heb ik gewoon nog nooit gezien. Dus we gaan er niet al te snel doorheen. Want ik vind het zelf super leuk. Hoppatee. We beginnen met de Fighting Energy. Quick Bomb. Sharpedo. Heliolisk. Ken ik niet. Waarschijnlijk generatie 5 of 6. Inderdaad. Dat is een generatie die ik het minst goed ken. Pampua. Een Sweddle. Skarmory. Jinx. Ik vind Jinx altijd zo'n rare Pokémon. Mantine, zeg je volgens mij. Een Tynamo Reverse Holo. En de eerste kaart is helaas een normale Corviknight. Oké, gaan we door. Naar het tweede pakketje. Het is een Gengar V-Max op de voorkant. Nou, als er ook even een Gengar V-Max in het pakketje zit, ben ik een hele, hele blije gozer. Hoppatee. 1, 2, 3, 4. En gaan we weer het tweede pakketje, jongens, van de 7. Wat kunnen we krijgen? We beginnen met een Lightning
Energy. Let's go. Tweede pakketje. Of het tweede pakketje? Ja, het is een tweede pakketje. Tweede kaart. Primeape. Vette Primeape. Hé, hey, de evolutie van Pampoer. Simipoer. Pampoer hadden we natuurlijk net gezien. Een Bug Catcher. Eevee. Shellder die heel erg boos kijkt. Psychedelic Voltorb. Pansage, de broccoli Pokémon. Hele rare lelijke Q-Fant. We moeten heel eerlijk zijn, dit is geen mooie Q-Fant. Hele rare Q-Fant. Oeh, oh, een hele schattige Wooloo. Reverse Holo. En, kom op. Let's go jongens, Feraligatr. Holo. Vette kaart. Feraligatr Holo, de eerste hit van Fusion Strike. En natuurlijk gaat hij dan ook in een Fusion Strike Slavey. Hop, pas erin. Ja. Die krijgen er ook allemaal bij. Heel veel sleeves krijgen erbij met Mew op de achtergrond. Want Mew is natuurlijk wel het thema van Fusion Strike. We gaan door naar het derde pakketje. Boltund op de voorkant. Super, super mooi. Oké, we hebben in ieder geval een hit. Dat is gewoon al top. Let's go. 1, 2, 3, 4. Kom, kunnen we twee keer op rij een hit krijgen? Derde pakketje van de video van de 7. We beginnen met een Grass Energy. Een Dunsparce. Een Cremomatic. Eldegoss. Grubbin. Rotom. Een Smurgle. Die aan het schilderen is. Een lijpe kaartje. Mooie kleurtjes. Vette Smurgle. Carvana. Tot nu toe een mooie set. Ik vind het tot nu toe een mooie set. Maar we moeten even een lekker hitje krijgen. Clamperl. Reverse Holo Broccoli. En helaas een non. Holo. Een Huntail. Een Huntail non. Holo. Gaan we door naar het vierde pakketje. Net op de voorkant. Orbeedle? Nee, dit is niet Orbeedle. Ik ken deze Pokémon niet goed. Maakt niet uit. We gaan rammen, jongens. Hoppatee. 4. Cool, boys. We moeten even weer een hitje krijgen. Ik hoop even op één V-kaart of een V-Max of een Full Art. Gewoon even één lekker hitje in deze Elite Trainerbox. We beginnen met de Dark Energy. En daarna een Wigglytuff. Falix. Een Simisear. Ik vind die aapjes zulke rare Pokémon. Echt niet normaal. Simisear. Gligar. Vette Gligar. Mooi Gligar. Ik denk dat jullie op de achtergrond de sirenes horen. Jongens, ik zit midden in Madrid. Het is ziek druk altijd. We hebben hier een Slugma die ziek in de lava zit. Oké, Slugma. We hebben hier een Skiddy. Falinx. Chewtle. Grappige Chewtle kaart. Reverse. Holo. Stuffle. En laatste kaart. Oké. Het is geen holo. Maar wat een lijpe Epsil kaart. Epsil is mijn lievelingspokémon. Dus ik ben hier blij mee. Hij gaat gewoon in de sleeve. Ondanks dat het een non-holo is. Ik zou deze heel graag in een holo willen eigenlijk, jongens. Heb je ook een Epsil V kaart in deze set? Zo ja, dan zou ik hem heel graag willen hebben. Maar hier ben ik eigenlijk helemaal niet ontevreden mee met een Epsil. Dat is mijn lievelingspokémon. Ik ben heel erg blij met de Epsil kaart. Maar helaas hebben we nu nog maar 3 pakketjes te gaan. En tot nu toe nog steeds geen speciale kaart naast de holo natuurlijk. Maar dat kan misschien nog komen. Uit deze nieuw pakket. Kom op jongens, we moeten nu even gaan rammen. En tot nu toe, moet veel eerlijk zijn, valt die nog redelijk tegen deze Elite Trainerbox. Kom op boys, 4 naar voren. Pakje nummer 5. We beginnen met een Water Energy. Hey, Galarian Berserker. Vette kaart. Ik zal hem even dichterbij halen. Vette kaart, als je het aan mij vraagt. Hey, een Fusion Strike Energy kaart. Alyssa's Sparkle. Morpeko. Weer de Skarmory. Dat is een van de eerste dubbelen. We hebben echt weinig dubbelen voor mijn gevoel. Dus ik een hele grote set. 264 kaarten. Holy damn, je zou die maar helemaal moeten collecten. Dat duurt partij lang. Niet normaal. Shelmet. Plussel tegen een Minum. Aan de andere kant. Minum heet hij volgens mij. Vette kaart. Ja, moet eerlijk zijn. Vette kaart. Meowth. Wat is daar op de achtergrond? Oh, dat is een voetstap. Ik dacht van, hé, wat gebeurt daar? Meowth. Hey, reverse holo Eevee. En
Let's go, boys. Let's go, let's go, let's go. De Tyranitar V. En een van de beste V's die je kan krijgen, denk ik wel niet. Oh. En de eerste echte hit is binnen, boys. Vette, vette Tyranitar. Tyranitar V gaat in een sleeve. Beste hit tot nu toe. En we hebben gelukkig nog twee pakketjes te gaan. We hebben nog een VMAX Gengar en een normale Boltund. Laten we beginnen met de normale Boltund. Maar dit is mooi, jongens. Dit is prachtig. Dit is top. We hebben onze eerste V-kaart van de video binnen. En het is ook nog eens... Het is geen Suffy Pokémon. Het is gelijk Tyranitar. Let's go. Eén laatste pakketje van de video. We beginnen met een Psychic Energy. Een Dreadnought. We hadden al die schattige Chewtle in de plas. En nu hebben we ook de Dreadnought. Let's go. Een draak Pokémon. Dat is een draak type Pokémon. Een Sligo. Ik wist niet eens dat dat een draak type was, zeg maar. Maar dat is natuurlijk weer nieuw. Dat was vroeger altijd in de... Was het vroeger in de TCG? Ik weet niet. Maar het is in ieder geval weer teruggekomen in de TCG. Of het is dus nieuw in de TCG. Eén van de twee. Een Shauna. Ik weet dus niet of het er vroeger al was. Volgens mij wel. Moona. Volgens mij hebben ze het weggehaald en nu weer terug laten komen. De Dragon type kaarten. Muriel. Helioptouw. Dat is een rare kaart. Moet je kijken. Allemaal van die puntjes. Ziek trippend. Helioptouw. Een andere Voodoo. Een Gossifleur. Die kaartjes ruiken ook zo lekker, jongens. Die kaartjes ruiken ook zo lekker. Een Reverse Holo Zorua. En let's go. En een Swampert. We krijgen... Oké, we hebben niet heel veel hits tot nu toe. Maar we krijgen wel de lijpe Pokémon. Swampert natuurlijk. Een starter. Super lijpe Pokémon. Als je het mij vraagt. Ferrelegator. Ook een waterstarter. Hé, dat is opvallend. Dat is heel opvallend. Twee waterstarter. Hè? Ja. Van generatie 2 en generatie 3. Dit zijn wel de lijpe holo's die je wil hebben. En natuurlijk de Tyranitar. Maar daar hebben we nog één kaart gaan. En ik hoopte eigenlijk wel op een regenboogie. Lekker V-Maxje. Lekker Full Artje. We hebben nog één kans. Let's go. Maar de hits die we gekregen hebben, zijn wel lekker. De hits die we gekregen hebben, zijn wel nice. Oké. Laatste pakketje van de video. En dan moet je er weer helaas 2 weken wachten op een nieuwe video. Maar dat wordt wel weer een rammertje. Dus dat is mooi. We beginnen hier. Oh ja, vergeet niet. Link in de beschrijving dus. Kortingscode voor 5% korting op cardstore.nl. Floris5. We beginnen met deze energy kaart. Cross Steever. Weer de Sligo. Weer de Sligo de Sluggo. Een Clowitzer. Een Vullaby. Een Dewpider. Weer onze grote vriend Meowth. Onyx. Oeh, vette Onyx kaart. Lijpe Onyx kaart. De Chewtle. De schattige Chewtle weer, die een beetje boos is. Reverse Holo Dreadnought. En de laatste kaart, kom op. Come on. En daar is de full art waar we op zaten te wachten. Helaas, het is geen Pokémon. Maar het is Illessa's Sparkle. En hij is wel heel lijp met die kleurtjes. Hoppatee, daar is de full art waar we deze hele video op hebben zitten wachten. Nou, de spanning was opgebouwd. En dan ben ik eigenlijk super tevreden met deze pack opening. Hebben we 2 holo's, een full art en een V-kaart en Absol. Oké, ik heb de video geëindigd. Ik was aan het opruimen en toen zie ik inderdaad... En ik ga dat weer editen, want anders krijg ik de comments vol. Er zitten wel 8 pakketjes in een Elite Trainer. Je hebt gelijk. Er lag gewoon nog eentje op de grond. Er lag gewoon nog een pakketje op de grond. Ik was echt aan het opruimen. Ik dacht van, hè? We hebben gewoon nog een pakketje, jongens. We hebben gewoon nog een pakketje. Wat onverwachts. Als we hier opeens een zieke kaart krijgen. Dat zou echt mega grappig zijn. Ik was gewoon aan het opruimen, joh. Opnames waren al uit. We hebben nog een pakketje. Let's go, boys. Let's go. Een vuurenergie. Een Draglock. Lijpe kaart. Lijpe kaart. Als hier nu een zieke kaart in zit, dan niet normaal. Corvisquire. Shauna. Drillbur. Bunnelby. Mudkip. Die strandt aan het strand. Caterpie. Morpeko. Reverse Holo Gruppin. En dit is dan de echte laatste kaart. Kom op! Het is wel mijn Luta. Oké. Gaan we terug naar de originele outro. Niet verkeerd. Hopelijk een leuke video. Moeten dus volgende week komt er gewoon een Pokémon Brilliant Diamond episode op zondag 5 uur. Maar de week daarna weer een hele vette Pokémon opening. En ja, het worden echt lijp Pokémon video's openings. Dus
Blijf geabonneerd. Ik hoop dat je een leuke video hebt. Bedankt voor het kijken. Zie me nog in de video. En tot dan, mensen.